Het was een wat andere ochtendspits dan dat we gewend zijn. Het bleek vanochtend heel glad te zijn op bepaalde wegen in de regio. En ja, daar is eigenlijk dit het gevolg van een kettingbotsing op de A12, waar 25 voertuigen bij betrokken waren. Daar hebben we er 23 van afgevoerd. Ja, zoals je ziet zitten er een paar flinke schades tussen. Omdat er zoveel auto's van de weg moeten worden gehaald, is het voor autoberger Jack flink aanpoten. Het gebeurt niet vaak dat je 25 auto's tegelijk krijgt. Je hebt wel vaak dat je meldingen krijgt, 5, 6 auto's. Dan kom je aan en dan blijven er 3 mee om te slepen. Maar ja, nu waren het er dus echt 25. Niet alleen de automobilisten hebben last van de gladheid. Ook de chauffeurs van de bergingwagens moeten oppassen. Een vrachtwagen is wat zwaarder natuurlijk. Hè? Dus die hebben net iets meer asdruk, waardoor die wat meer door het gladde weggedeelte drukken. Dus die hebben net wat meer grip. Maar ja, het is wel belangrijk dat onze chauffeurs wel met beleid rijden met deze weersomstandigheden. Wij komen rustig aanrijden. Dus ja, dan hou je ook rekening met gladheid. Wat doe je dan met de mensen? Want die kunnen natuurlijk niet meer verder rijden in een auto. Nee, daar is dus een touringcarbus voor ingezet. Die zijn vanaf de locatie vervolgens hierheen vervoerd. En vervolgens zijn de schadeformulieren ingevuld en hebben we alle gegevens genoteerd van de mensen. En ondertussen stond er al een hele rits taxis klaar om de mensen naar huis of werk te brengen. In slechts 1,5 uur tijd zijn alle beschadigde auto's op de A12 bij Zoetermeer door Jack en zijn collega's van de weg gehaald. Ik kan tevreden zijn, zeker weten. En we gaan zo weer snel verder met de mensen met pech en met schade. We doen het met plezier en dat is het belangrijkste.